Gewicht is echt super laag, dus ik ben echt heel blij om. Dus het gaat, ik verwacht niet dat het een hele zware kut gaat worden. Dus ja, ik ben een great spirit, hè. Ik ben hier de underdog en geen levende ziel had verwacht dat ik hier vandaag zou zijn. Dus ja, voor mij heb ik al gewonnen. Ik voel me goed. Ik heb niks te verliezen, zij heeft alles te verliezen. Gewoon keihard beuken en verstand op nul. Je moet gewoon gaan met die bananen. En ja, ik weet wat er van me verwacht wordt. En het is gewoon vooral heel belangrijk om gefocust te blijven. En, gewoon doen waar ik goed in ben en ja, vooral niet laten afleiden en genieten van het moment. Want jeetje zeg, na 21 jaar vechten, weet je, geniet van dit moment. Er zijn maar weinig mensen op de wereld die kunnen zeggen dat ze hebben gedaan wat ik heb gedaan. Ik ben eerder gekomen naar Las Vegas om aan het tijdverschil te wennen, mijn lichaam daaraan te laten wennen. Het is toch 9 uur, hè? Dan krijg je een jetlag, dat gaat wel inhaken. Ook om zodat mijn lichaam daaraan kan wennen, zodat ik makkelijker de kut kan maken naar 61 kilo. En ja. Jeetje. En het klimaat hier is natuurlijk ook heel anders dan in Nederland. Dus, en ook eigenlijk een beetje om de focus erin te krijgen. In Nederland heb je natuurlijk ook focus. Maar zodra je hier landt, dan weet je, boom. Hoofd dezelfde richting op. En het is ook vooral genieten. En dat is echt wat we doen. We doen zoveel leuke dingen. Echt, we lijken net een stel toeristen hier in Las Vegas. Maar we weten wel waarvoor we hier zijn. Wij waren natuurlijk al een paar dagen hier. En dan vandaag begint echt Fight Week. Dat wil zeggen, je moet je registreren, je wordt gewogen om te kijken van hoeveel weeg je nu, hoeveel moet je nog gaan afvallen. En dat houdt ook in 120 posters tekenen. En ik krijg een aantal posters, iedere vechter krijgt een aantal posters, worden een aantal posters weggegeven. Je moet je fight kit, datgene wat je aan gaat krijgen, passen voor de wedstrijd. Je krijgt wat Reebok spullen, je moet wat patches tekenen. Het is nu wel iets meer dan normaal. Ik heb een geweldige mooie ketting gekregen van een juwelier. Die heeft hij ontworpen. Dat wist ik helemaal niet, met een Nederlandse vlag en een fakkel erin. Dus ja, ik ben trots. Ja, ik denk niet alleen dat de UFC groot is in Amerika. Het is wereldwijd miljoenen mensen kijken. En ja goed, Glory is ook groot, hè. Maar er zullen niet zoveel mensen kijken naar Rico Verhoeven en Badahari als dat de aankomende zaterdag naar mij zullen kijken. En goed, in Nederland hebben we de focus op die partij. En weet je, ik respecteer dat. En de rest van de wereld mag mij aanschouwen. En de fans die achter mij staan in Nederland zullen mij mogen aanschouwen. Deels vind ik het jammer en deels ben ik het eigenlijk al gewend. Dus eigenlijk mijn hele carrière eigenlijk is dat al zo. En ik denk sowieso, misschien komt het omdat ik een vrouw ben. Maar ja, het is wel jammer, want het is wel, ik denk dat dat heel erg onderschat wordt, ook in de Nederlandse media, hoe groot de UFC is en eigenlijk hoe groot het is om een UFC wereldtitel in de wacht te slepen. Daar kan, met alle respect ervoor, maar daar kan een Glory titel niet tegenop. Toen ik tegen Holly vocht in de Brooklyn, het Barclays Center, dat was gewoon heel de voorkant van het Barclays Center. En ik stond echt daar zo te kijken van, what the fuck, hoe kan dit nou? Echt mijn gezicht op die grote billboard. Dus ja, en ik weet op de UFC Performance Center, daar hangt heel grote poster en heel groot mijn gezicht. Dat weet ik wel, ja. Voor mij is dat heel surreal, omdat ik dan denk, ja, maar ik ben gewoon Shabana uit Utrecht. En ja. Maar ja, hier in Amerika, ja, weet je, en onder de MMA-fans leeft dit evenement en de UFC zo enorm. Dus ja, en ik denk alleen maar, wauw, maar ik ben gewoon Shabana. Niks bijzonders verder, hoor. Ja, het is gewoon echt op dit moment de allerbeste MMA-vechter die er is. En ik ga er alles aan doen om haar van die troon af te stoten. En ik denk dat ik ook de enige ben op dit moment die haar echt in gevaar kan brengen. En ja, weet je, dit is sport. Wij zijn twee atleten die er alles aan doen om onze sport zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En om het beste uit onszelf te halen. En daar heb ik heb geen slecht woord over voor haar. Ik bedoel, ik heb enorm veel respect voor haar. En ja, waarvoor zou ik heel slecht naar haar moeten kijken? Uiteindelijk, weet je, staan we daar in die kooi. Gaan we daar knokken met z'n tweeën. En daarna geven we elkaar een knuffel. En may the best woman win. Meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.